En hoe begin je zo'n verhaal, hè? Nou ja, dat is misschien wel de vraag. Hoe begin je zo'n verhaal? Ik denk dat ik hier in 2013 ben komen wonen. In Sliedrecht. En in 2014 ben ik afgestudeerd. Dus toen was ik eigenlijk net al een jaartje getrouwd en woonde ik hier al. Het idee was dat ik een baan zou vinden als docent. En daarbij beelden zou maken. Dus het duurde even voordat ik mezelf daarin serieus ging nemen. Ik ging naar school met het idee dat ik heel goed kon schilderen en tekenen. En na even om me heen gekeken te hebben, bleek dat wel meeviel. En dat ook niet echt een vorm was waarin ik nou echt datgene kon overbrengen wat er in mij zat. En ook het hele werken met beweging ben ik eigenlijk al aan begonnen tijdens mijn schooltijd. Het was in het tweede jaar dat ik erachter kwam van, oh, dat is iets wat mij aanspreekt. Voor mezelf was het ook een soort plekje zoeken hier in Sliedrecht. Ook in een andere kerk, in een andere omgeving. En wat mij daarin het meeste opviel, het grootste verschil was voor mij die kerk. En dat was dus ook waar ik werk over ben gaan maken gelijk. Beelden over cultivering, over iets in een vorm proberen te stoppen die het eigenlijk niet heeft. En een werkje over angst. Wat naar mij een idee heel erg ging over hoe de kerk functioneert. Maar ook terugkijkend over mijn eigen functioneren gaat. En ook het, net zoals extremisme, een werk waarin ik vind dat mensen in de kerk dan zeg maar te extreem op dingen reageren, waarmee je uiteindelijk alleen maar een soort van heftige tegenreactie opwekt, maar niks echt verandert. Dat vind ik nog wel eens raar, dat je voor je idee een soort maatschappijkritiek levert, maar dat het net zo goed, inderdaad over dat hele micro, over mij gaat. Zo'n denkproces is dat je dan eigenlijk alleen maar aan het denken bent en dat er gewoon niks fysieks uitkomt. Dat is wel wat voelt zo nutteloos dan. En ook als het allemaal door je eindes aanloopt, dan versterkt het me gewoon te veel. Dan ben ik klaar mee. Nou ja, waar te beginnen inderdaad. Eenzaamheid, eigenlijk dat wordt gewoon het startpunt van heel de zoektocht natuurlijk. Nou, hier gaat het dan wel alle kanten op, want ik heb het al wel gezegd, je hebt wel weer mensen om je heen nodig natuurlijk. Dus je kunt niet in je eentje, je hebt andere mensen weer voor nodig. En dit is weer, hoor ik het in een filmpje, dan schrijf ik het snel op, dus dat staat weer in het Engels, omdat ik kan niet snel genoeg gaan vertalen in mijn hoofd. Maar social skills don't make a difference. Dus dat is zo gekke dat je dus je... Heel vaak wordt er dan gezegd, dan moeten mensen iets leren, hoe ze dan contact maken en weet ik wat allemaal. Daar zit het hele ding niet in. Hieraan zitten eigenlijk nog 3 miljard verhalen vast die weer alle kanten op gaan. En dit is voor mij even om het overzicht te maken. Bij het project van de Sola Turantula, het project rond eenzaamheid met het Leger des Heils. Dat voor mezelf een poging was van, ik kan in het grote geheel niks betekenen. Wat ik wel kan is beelden maken. Dus hoe kan ik met die beelden actief iets doen of actief van betekenis zijn. En ik dacht, die beelden, dat zijn gespreksvoorwerpen, dat zijn dingen waardoor we samen over dingen kunnen hebben. Eenzaamheid is typisch een onderwerp dat als je erover praat, dat is eigenlijk al een soort van begin van de oplossing. Dus mooi om daar iets mee te doen dan. Thank you.
Ja, nou, het is nu even schakelen. Want nou, hoe lang zitten we nu in lockdown? 3 weken? Alles is even, staat even op losse schroeven. Heel veel is gecanceld. En heel veel, ja, ga ik vanuit dat het gecanceld wordt uiteindelijk. Corona was voor mij wel echt een soort van, ja, alsof de wind in één keer uit de zeilen werd gehaald. Het bootje ging lekker en allemaal mooie projecten. Dat stopte toen in één keer. En je wist niet of het nog op dezelfde manier zou doorgaan. Dat bleek heel vruchtbaar te zijn. Op zich is eenzaamheid nog wel een passend thema, maar eigenlijk heb ik nog wat andere dingen waar ik wat mee wil, zeg maar. Met lijden en nou ja, dat soort dingetjes. Ik ben nu een beetje aan het kijken van nou ja, wat past er nu bij deze tijd en daar kan ik best mijn tijd in stoppen. Dit is eigenlijk maar een klein stukje van de installatie. Hieromheen staan straks 7 camera's en ja, daaromheen 7 beeldschermen. En het gaat eigenlijk over je verhouding met het lijden. Is dat iets wat ik denk in mijn hele werk probeer te doen, is om die oude symbolen, het is dan wat ik mooi gebaar vind, is om zo'n oud symbool te pakken en opnieuw weer betekenis te geven. De grote klap eigenlijk op heel mijn beeldenstormserie. Een soort van, daarin zit zoveel onmacht en frustratie en niet meer precies weten hoe je dan impact hebt. En dat heb ik dus geuit door een machine te maken die Christusbeeldjes martelt. Dat was eigenlijk al, überhaupt al natuurlijk een soort statement op zichzelf. Van nou ja, we dragen die kruisbeeldjes wel, maar wat betekent zo'n, wat betekent dat nou, weet je wel? Vroeger was het echt een martelwerktuig. Zo zijn ook die camera's toe te kijken uit allerlei verschillende hoeken. En die zien elk op hun eigen manier dezelfde gebeurtenis. Dan laat ik het aan mensen buiten mijn comfortzone, laat ik zeg maar mijn werk zien. En toen kwam ik eigenlijk achter dat ik een soort van hardcore aan laten luisteren was in een kerk, zeg maar. En eigenlijk was die conclusie wel een soort van, dat ik dacht, oh shit zeg. Misschien ben ik me wel gewoon helemaal op de verkeerde doelgroep aan het richten. Ik ben een beetje de behoefte kwijt aan het raken om nou nog heel radicaal tegen die christelijke dingen aan te gaan trappen. Nu weet ik niet zo goed wat ik ervan vind of zo. Ja, ik wil hierna ook echt wel een hele andere kant op of zo. Dit is, ja, nog wel met techniek en alles, maar dit is nu zo erg op het technische gefocust geweest, dat ik nu de volgende eigenlijk veel meer weer op esthetische wil gaan focussen. Nee, ik was hierbij begonnen. Kijken. Ja, nee, hier was ik mee begonnen. Maar. En het idee was dan dat dit bijvoorbeeld. Dus heeft. Zo. Dat hij dan een beetje zou gaan deinen en doen. En dat je dan van blad naar blad zou het dan vallen. Ik had eerst inderdaad heel helder, elke keer had ik een verhaal en het moet zo. Dan weet je al van tevoren van, oh, rechte lijn, weet je wel, dit is wat ik uit wil beelden, dus dan daar ga ik dan heen of zo. Maar nu weet ik het eigenlijk even niet zo goed. Dus nu ben ik maar gewoon een beetje het experiment aan het opzoeken. Dat is nog wel even wennen. Een soort heel spannend. En zoals die blaadjes is ook wel een heel leuke uitkomst. Je weet nooit meer dat nou, uiteindelijk in welke vorm dat nou terug gaat komen. Ik ben ook juist expres techniek aan het vermijden. Zoveel mogelijk. Het is dan nu ook zo'n blaadje en een gewichtje en dan is dat is dan dat of zo. Waar ik eerst met heel veel frustratie naar dingen keek en heel erg bezig was met die maatschappelijke processen, ben ik er eigenlijk in die tijd achtergekomen dat het niet per se voor mij over die maatschappelijke processen gaat. Ik bedoel, als je naar een object kijkt, dan zie je niet die maatschappelijke processen. Dan zie je niet die frustratie. Ja, je ziet wel een deel van dat verhaal. Maar als je gewoon ernaar kijkt, dan gaat het over natuur en over techniek. Nou, oh, dus dan mag het daar ook meer over gaan.
ook dat ik dacht van ja, weet je, de tijd is nu toch al shit. Er zijn allemaal zulke grote dingen aan de hand. Ik hoef niet meer te vertellen wat er mis is met deze wereld. En dan wordt mijn functie dus licht brengen. En daar vanuit is hoop ontstaan. Stokjes straks op hebben en een beetje glooiend, zeg maar. Ook alles wordt zwart, dus ook, en ook hierop kun je gewoon nog steeds lassen. Dus je krijgt hier overheen lopen nog steeds die blaadjes. Dus het hele idee is dat je straks gewoon die zwarte put in kijkt en dat je eigenlijk alleen maar dit ziet. Wat ook ergens weer tegenovergesteld is van wat ik normaal doe. Dan ben ik natuurlijk juist veel meer bezig met die techniek te laten zien. En nu ben je eigenlijk alleen maar bezig met die techniek zwart te maken en mensen daarvan af te leiden. De wereld is shit en duister, maar er is altijd zo'n heel klein draadje hoop. Van die kleine glinsterende blaadjes in die put, in zo'n diep gat. En daarin heb ik voor mezelf nu ook een soort doel gevonden. En ook dat ik denk van, nou ja, ik hoef niet heel die maatschappelijke processen te veranderen. Als ik maar gewoon een paar mensen vrolijk kan maken en een beetje hoop en een beetje licht in deze wereld kan brengen, dat is al genoeg functie als mens en als kunstenaar. Dus eigenlijk vanuit een periode waarin ik heel erg aan het knokken ben geweest en aan het zoeken en niet zo goed wist wat ik moest maken en hoe ik invloed heb op deze wereld en hoe ik heel de wereld kon veranderen, ben ik nu gekomen in van, nou ja, weet je, ik ben niet Jezus, weet je wel? Je staat erbij en je kijkt ernaar. En nou ja, daar zie ik voor mezelf nu een taak. En ik denk, als aan de ene kant iets heel vrooms misschien en christelijks, dat ik denk van nou ja, mijn taak als mens hier is mijn laatste liefhebben als mezelf en God boven alles. Maar ik denk dat heel veel kunstenaars daar stiekem mee bezig zijn. Dat je op zoek bent naar dat goddelijke, naar dat stukje wat we niet begrijpen. Dat stukje wat het normale overstijgt. Waar ik eerst een beetje aan het worstelen was met mijn overtuigingen, wie ik ben en wat ik doe, heb ik dat nu omarmd en gebruik ik dat juist als de brandstof om de dingen te maken die ik maak.